Hi there, this is Ruben from Dutch Round 1. Thanks again for coming by. Thanks again for watching another episode. I appreciate your time and I appreciate your support. Today I've got a new exercise for you. It's called Can You Find the Right Answer? But before we get into that, remember to give it a like, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments how well you did. But without much further ado, let's go straight for the exercise. So how will we do these exercises? You'll see 20 questions and there will be some multiple choice options, and you have to choose the correct answer. So there will be one answer which is correct for each question. At the beginning, it'll be quite easy. It'll be A1 level, but at the end, we go to an A2, B1, and maybe a B2 level. So in the beginning, easy. At the end, a little bit more difficult. It's a mix between grammar exercises and vocabulary. I wish you the best of luck, and let's go straight for the exercise. All right, so the first one, vraag 1, question 1. Waar woon je? So the question is waar woon je? And then you need to choose the correct answer. A, ik woon in Amsterdam. B, ik woon op Amsterdam. Of C, ik woon onder Amsterdam. Remember to give it a pause if you want to think a little bit longer, because after the options I will give you the correct answer. And in this case it's A. Ik woon in Amsterdam. The preposition in is the one you are looking for. Question 2, vraag 2. Hoe laat is het? A, er is 8 uur. B, het is 8 uur. C, dat is 8 uur. Is het A, er is 8 uur? B, het is 8 uur? Of C, dat is 8 uur? The correct answer is B, het is 8 uur. The next one, vraag 3. Wanneer is je verjaardag? A, mijn verjaardag is op mei. B, mijn verjaardag is te mei. C, mijn verjaardag is in mei. Is het A, op mei, B, te mei, of C, in mei? Correct answer is coming your way, and it's C, mijn verjaardag is in mei. We go to the next one. Heb je tijd voor een kopje koffie? A, nee, ik ben geen tijd. B, nee, ik heb niet tijd. Of C, nee, ik heb geen tijd. Is het A, ik ben geen tijd. B, ik heb niet tijd. C, ik heb geen tijd. Correct answer is coming your way, and it's C, nee, ik heb geen tijd. We go to question number 5, vraag 5. Hoeveel appels wil je kopen? A, ik wil 5 kopen. B, ik wil 5 kopen. Of C, ik wil kopen 5 van hen. Is het A, ik wil 5 kopen. B, ik wil 5 kopen. Of C, ik wil kopen 5 van hen. Remember to give it a pause if you want to think a little bit longer. The correct answer is coming your way, and it's A, ik wil 5 kopen. Kopen. I want to buy 5 of them. That is how we say that in Dutch. Right. Number 6. Slapen de kinderen al? A. Nee, de kinderen slapen nog niet. B. Nee, de kinderen slapen niet meer. Of C. Nee, de kinderen slapen nergens. A. Is het nog niet? B. Niet meer? Of C. Nergens? The correct answer is A. De kinderen slapen nog niet. Not yet. Okay, vraag nummer 7. Question number 7. In welk seizoen vallen de bladeren van de bomen? Is het A, de lente? B, de zomer? Of C, de herfst? A, de lente. B, de zomer. C, de herfst. Correct answer is coming your way, and that would be the fall or the autumn, and that is answer number C, or answer letter C, better. De herfst, the autumn. Vraag 8, question number 8. Wil je nog iets drinken? A, nee, ik wil niets meer drinken. B, nee, ik wil ergens meer drinken. C, nee, ik wil nooit drinken. Is het A,
niets meer? Is het B, ergens meer? Of is het C, nooit? Correct answer is coming your way and it would be A. Nee, ik wil niets meer drinken. Next question, vraag 9. Heb je al betaald? Nee, ik heb niet meer betaald. B, nee, ik heb gratis betaald. C, ik heb nog niet betaald. Is het A, niet meer? Is het B, gratis? Of is het C, nog niet? Correct answer is C. Nee, ik heb nog niet betaald. As you can see, al, already, you will negate it with nog niet, not yet. Vraag 10. We are halfway. I hope you're doing well. Question number 10. Hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Hoeveel eieren zitten er in een dozijn? A, 10, B, 12 of C, 15? A, 10, B, 12 of C, 15? Correct answer is coming your way and that is B, 12. 12. Okay, dozijn is a Dutch word for 12 units of something. Vraag 11, question number 11. Hoe lang duurt een eeuw? A, 1000 jaar, B, 100 jaar of C, 20 jaar? A, 1000, B, 100 of C, 20? Correct answer is coming your way and that is B. Een eeuw is a century, dus dat duurt 100 jaar. It lasts 100 years. Question number 12. Wat is een ander woord voor leraar? Een ander woord voor leraar. A, leermacht, B, een leerpersoon of C, een leerkracht? A, leermacht, B, leerpersoon of C, leerkracht? The correct answer is C, leerkracht. Question number 13, vraag 13. Kan ik hier pinnen? A, ja, hier kan je met kaart betalen. B, ja, hier moet je contant betalen. Of C, ja, hier kan je met cheque betalen. Is het A, met kaart, B, contant of C, met cheque? Oké, en de correct answer is A, ja, hier kan je met kaart betalen. Oké, pennen is mostly used in the Netherlands and it means to pay by bankcard. Oké, question number 14, vraag 14. Hoe ben je naar huis gegaan? Ik ben met de voet naar huis gegaan. Ik ben op voet naar huis gegaan. Ik ben te voet naar huis gegaan. Is het met de voet, B, op voet of C, te voet? Correct answer is C, te voet. On foot is te voet in Dutch. Oké, question number 15. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ik hoop op veel doelpunten. Ik hoop om veel doelpunten. Ik hoop met veel doelpunten. A, op, B, om of C, met? The correct answer is letter A. Ik hoop op veel doelpunten. To hope for, hopen op. Vraag 16. Hoe heet de zus van je echtgenoot? A, pleegzus, B, schoonzus of C, stiefzus? Is het A, pleegzus, B, schoonzus of C, stiefzus? The correct answer for sister-in-law is schoonzus. Oké, nummer 17. Voor wie is dit geschenk? Dit geschenk geef ik naar mijn broer. B, dit geschenk geef ik tegen mijn broer. C, dit geschenk geef ik aan mijn broer. Is het A, naar, B, tegen of C, aan? The correct answer is C. To give something to somebody is iets geven aan. That would be your preposition, so it's C. Okay, question number 18. Waarom is hij nog groen achter de oren? A, hij is heel slim. B, hij heeft niet veel ervaring. C, hij kijkt graag naar televisie. Is het A, slim, B, niet veel ervaring of C, kijkt hij graag naar televisie? The correct answer is B, hij heeft niet veel ervaring.
The Dutch expression groen achter de oren zijn means that you do not have a lot of experience, that you are just starting with a job or anything alike. Oké, vraag 19. Wat is een ander woord voor een supporter? Is het A, een fan, B, een betoger of C, een tegenstander? A, een fan, B, een betoger of C, een tegenstander? Correcte woord is A, een fan. Right? That's the correct answer. Een fan, letter A. And then we go to the last question. The last question is, welk woord ontbreekt? Belofte maakt. Is het A, schuld, B, verlangens of C, geduld? Is het belofte maakt schuld? A, belofte maakt verlangens, B, of belofte maakt geduld? The correct answer is schuld. Okay, that is also an expression in Dutch. So literally it means a promise makes or creates a debt. So a promise is a promise, or you have to keep your promise. Okay, so these were the 20 exercises. I hope you found most of the correct answers. I hope you did well. If you did, congratulations. If not, don't worry. I hope it was a great learning experience for you. I want to thank you again for watching. Remember to give it a like, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments how well you did. As for me, thanks again for watching. I wish you a great rest of the day. And as always, keep it 100 and stay tuned for another episode of Dutch Round 1. Ciao.